Hoi, welkom weer bij Beauty with Denise. En vandaag ben ik er weer met een opgemaakt video. Het licht is niet het beste, want ik film dit nadat ik uit werk ben. Omdat ik gewoon geen andere tijd heb om te filmen. Maar ik wil gewoon echt filmen voor jullie. Dus we doen het even met dit licht. Het zit weer in deze leuke Benefit tas. En hij is best wel goed gevuld. Dus we gaan er gewoon lekker doorheen. Er zijn ook echt heel veel dingen bijna op. Dus ik denk dat de volgende opgemaakt video ook echt wel heel erg goed gaat worden. Ik ben er in ieder geval goed mee bezig. En dat is te merken. En dat is fijn. Want jullie weten het, ik heb een shitload aan spullen en we willen ze opmaken. Dus ik ga gewoon lekker graaien. Nou, het eerste is niet zo spannend. We hebben weer een pak wattenschijfjes opgemaakt. Deze zijn van de Dirk en die vind ik prima. Een sheet masker. Dit is de All You Need is a Sheet Mask to Feel Alive Again masker. Met aloe vera. Deze komt van de Action. Die was prima. Ik heb geen idee of die er nog is, want die wisselen zo vaak. Maar eigenlijk alle Action maskertjes vind ik fijn. En ja, ze zijn zo goedkoop. En voor dat geld doen ze het gewoon prima. Dus die heb ik lekker gebruikt. We hebben van de Rituals, de Ritual of Dao Calming Shower Oil opgemaakt. Deze was al heel oud, want deze verkopen ze niet meer. Sowieso is de Ritual of Yin geworden. En volgens mij hebben ze de hele Shower Oil niet meer. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, dit was een oudje, maar die was nog helemaal ongeopend. We hebben hem gebruikt. Ja, hij was heerlijk. Ik vind dit gewoon een hele lekkere geur. En olie vind ik veel fijner dan ik had verwacht onder douche en doucheolie. En mijn vriend vindt het vooral heel erg fijn, een doucheolie. En je doet er altijd wel vrij lang mee, vind ik. Dus deze is op, maar was echt heel erg fijn. En een shower oil van de Rituals zou ik zeker wel opnieuw kunnen kopen. Maar jullie weten het, ik heb een voorraad voor weet ik voor wat. Dus voorlopig komt het daar niet van, maar dit is zeker een aanrader. Oké, het volgende wat ik eruit pak is nog iets van de Rituals. Dit is een kleine home shower foam, dus voor de mannen. Geen idee waar de dop is gebleven, maar deze heeft Rens opgemaakt. Ja, weet je, Rens is niet zo specifiek. Hij vindt dus, hij heeft gezegd dat hij die olies fijn vindt en hij vindt schuims fijn. Maar van welk merk het is of welke geur het heeft, dat maakt hem eigenlijk vrij weinig uit. Ik moet wel zeggen, hij is er doorheen gevlogen. Hij heeft hem heel snel opgemaakt. Dus hij zal hem fijn gevonden hebben. Dan heb ik van de DA een fixing spray opgemaakt. Deze had ik al heel erg lang. Dit is ook een grote fles van 100 ml. De fixing spray zelf, qua formule, ja, hij was oké, maar niet echt iets speciaals. Maar de spray hiervan was zo slecht. Hij sprayde zo hard. Ja, er komt natuurlijk niks meer uit. Maar hij sprayde zo hard. En er kwam zoveel op je gezicht. En gewoon, je hoort het al. Gewoon, nee. Nee, geen aanrader. Weet je, en hij was niet bijzonder genoeg om te kopen. En om dan in een ander flesje te gieten. En daar had ik ook eigenlijk helemaal geen zin in. Gewoon geen aanrader. Ik ben blij dat hij op is. Geen idee of ze hem ook nog hebben, want ik had hem dus al best wel een tijdje. Dan van Woodwick heb ik een waxmelt opgemaakt. De bergamot en bezel waxmelt. Ja, weet je, de geur is lekker. Als je hem zo ruikt. Maar het is een vrij lichte geur. Dus ik rook hem niet super erg in de waxbrander. Vooral omdat mijn waxbrander staat in de woonkamer. Dus ik merkte er gewoon niet zo heel erg veel van. En daarnaast is Woodwick gewoon een prijzig merk. Ik heb deze toen met een of andere sale gekocht. Maar het was alsnog niet super goedkoop. Dus die zou ik niet opnieuw kopen. Ik vind het leuk om waxmelkjes te kopen en uit te proberen. Maar specifiek van Woodwick koop ik ze denk ik niet opnieuw. Ik vind ze wel lekker ruiken, maar het is gewoon te duur. Van de Primark heb ik deze Mermaid Cleansing Hand Gel opgemaakt. In de geur kokosnoot en pineapple. Deze zat echt al heel lang in mijn tas en ik vond deze echt niet fijn. Sowieso vond ik de geur niet fijn. Ik hou niet van kokosnoot. Vraag me niet waarom ik deze geur dan heb gekocht. Maar nee. En hij was heel erg dik. Waardoor als je hem ging uitsmeren, het echt, ja, hij bleef ook een beetje plakkerig. En het was gewoon geen prettige sensatie. Ik ben heel erg blij dat hij op is en uit mijn leven is. Echt geen fan van. Dan heb ik deze Essence Remove Like a Boss Waterproof Eye Makeup Remover opgemaakt. Ik had deze nog nooit geprobeerd en ik was er eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Ik vind sowieso de verpakking wel leuk met dat oogje hier zo. Hij is niet duur en ik vond hem eigenlijk wel heel erg fijn. Het is zo'n twee fase remover, dus je moet er wel even schudden voor gebruik. Maar ik was best wel fan. Ja, ik zou deze opnieuw kopen, want hij is goedkoop en hij doet zijn werk. Dus ja, dit is wel een aanradertje. Vond ik fijn.
Ik heb nog een fixing spray opgemaakt. Ik heb best wel wat make-up dingetjes opgemaakt, dus dat is fijn ook. Deze is van de Action, de Max & More Makeup Fixing Spray Long Lasting. Volgens mij hebben ze inmiddels een nieuwe verpakking. Ik heb hier al meerdere van opgemaakt, verschillende varianten. Maar de setting sprays, of de fixing sprays van de Action, zijn heel erg goed. Zeker voor het geld. Want ze kosten echt geen drol en ze werken gewoon. Dus zou ik zeker opnieuw kopen, want ik vind ze gewoon prettig. En wat ik zeg, ze kosten gewoon echt praktisch niks. Van Kiko heb ik nog een make-up product opgemaakt. Dit is van een oude limited edition. Van de Wonder Woman limited edition. En dit is de Power Freers Prep Face Primer. Het zat in een potje. Nou, hier het Wonder Woman logo. Oh, hij is een beetje vies. Wonder Woman logo. En hij zat dus in een potje. En het was gewoon eigenlijk een beetje een crème-achtige substantie. Hij rook best wel lekker. En hij was heel erg hydraterend. Ja, hij was eigenlijk gewoon heel erg fijn. Ik vond dit echt best wel een hele fijne primer. Dus ik heb er wel redelijk lang mee gedaan. Omdat ik gewoon zoveel primers heb. Het was een limited edition. Ik heb geen idee of ze deze gewoon los verkopen. Maar dan in een normale verpakking. Weet ik niet. Maar als dat zo is, dan zou ik hem best wel aanraden. Voor als je een drogere huid hebt. Want hij was dus echt heel erg hydraterend. En dat vond ik heel erg fijn. Dus ik vond hem wel, prettig. Dan heb ik van Shabens de Hanf Chill Out Augen Gel Pads. Deze heb ik in Duitsland gekocht. Maar dit zijn dus oogpads. En dan met wietextract. Ja. Het waren van die gel pads. En dat vind ik dus heel erg fijn. Want ik heb dus meerdere die dan van die papieren zijn. Ja, daar ben ik gewoon geen fan van. Ik vind het gewoon niet prettig. Dus ik wil eigenlijk alleen als ik een oogmasker gebruik, wil ik dat het van die gel patches zijn. Ik heb dus nog een aantal van die papieren. Die maak ik op. Maar ik koop ze echt niet meer opnieuw. Want ik vind het gewoon echt helemaal niks. En deze, die zijn heel goedkoop in Duitsland. En ik vind ze heel erg fijn. Waaronder deze ook. Heel veel verschil merk ik niet tussen ze. Maar ik vind ze wel gewoon lekker. Ik heb ook weer deo opgemaakt. Deze van Hydro Fugal. De Classic Discreet Scent Strong Protection. En deze was prima. Ik ken het merk voor de rest niet. Ik zag het staan bij de Action. Ik heb het meegenomen. Daar help ik gewoon altijd met deo. Omdat het gewoon veel goedkoper is. Maar deze was prima. Dus die zou ik zo opnieuw kunnen kopen. Ja, hij is niet zo spectaculair voor de rest. Maar hè. Van de Kruidvat hebben we een kleine scheergel opgemaakt. De Sensitive Gel Aloe Vera. Prima. Gewoon niet zoveel op aan te merken. Was gewoon een prima scheergel. En hij is op. Die zou ik ook gewoon opnieuw kunnen kopen. Ik heb deze sample opgemaakt van Sebastian. En dit was de Potion 9 Wearable Styling Treatment. Het was oranje. Dat kan je wel zien, denk ik. Deze lag ook echt al super lang in mijn kastje. Ik heb het gebruikt. Ja, het is er gewoon een beetje een leave-in product. Wat elk ander product ook een beetje dan doet. Maar het was niet zoiets dat ik dacht, het doet zoveel voor mijn huid. Dit product heb ik nodig. Dus ik heb gewoon die sample opgemaakt. En dat was goed. Van Balea heb ik ook een deel van een masker opgemaakt. Dit zijn altijd twee van die zakjes die in elkaar vastzitten. En dit was de anti-pickle. Dus de anti-puistjesmasker. Dus gewoon een klein masker. Ze zijn heel goedkoop. En ze zijn best wel oké om te gebruiken. Dus ik vind ze ook gewoon erg leuk. En die heb ik gewoon opgemaakt. Want mijn huid is de laatste tijd wat slechter. En deze klein maskertjes helpen er altijd wel tegen. Ik heb nog een deo opgemaakt. Deze van Sanex. De Skin Protect 24 Hour Deo Protection. Deze had ik echt al heel erg lang staan. Want die gebruikte ik alleen op dagen dat ik eigenlijk niks ging doen. Want hij beschermt me gewoon echt helemaal niet. En hij is eindelijk op. Maar die, als ik dan gewoon een dag thuis was. En ik was wat aan het rommelen in het huis. Of ik ging alleen een boodschapje doen. Dan gebruikte ik deze. Want it wasn't it. Hij deed niet genoeg voor mij. Van Keunen heb ik de Care Derma Sensitive Shampoo opgemaakt. Ik vond dit een fijne shampoo. Sowieso vind ik de fles mooi. Ja, het is allemaal een beetje overbelicht, sorry. Maar de fles is mooi. Er zit, hoeveel zit erin? 300 ml, dus best wel een flinke fles. Qua geur was die eigenlijk gewoon heel clean. Ook niet echt specifiek naar iets of zo. Het was een fijne shampoo. Ik heb vaak last van mijn hoofdhuid. Dat weten jullie. Daar heb ik heb een hele gevoelige hoofdhuid. En deze shampoo reageerde daar best wel goed op. Alleen ik vind dit gewoon te duur om opnieuw te kopen. Ik heb deze opgestuurd gekregen via We Are Eves. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een platform. Daar kan je
voor reviews aanmelden. Dan krijg je soms iets opgestuurd en moet je een review over schrijven. En ja, ik vind dat hartstikke leuk. En dan kan je elkaar ook volgen. Ik ben Nisi98 daarop. En daarvan had ik deze dus gekregen. En ik vond hem echt wel fijn. Maar ik, ja, het ligt gewoon niet in mijn budget om hem opnieuw te kopen. Maar hij is wel echt wel prettig. Ook geurstokjes zijn opgegaan van de Rituals. Ja, die stokjes zelf heb ik weggegooid. Dit was de Ritual of Mer geurstokjes. En ik vond ze lekker. Alleen ik rook ze niet echt heel erg veel, moet ik zeggen. Ja, als je zo ruikt, dan ruik je het. Maar ik, ja, ik vind gewoon eigenlijk de geurstokjes van Rituals niet mega goed. Ik vind ze wel leuk te uitzien. En iedereen is er zo gehyped over. Maar ik vind ze heel snel opgaan. En ik vind dat ze gewoon niet echt een hele sterke geurtrouw hebben. Dus ik vind het super als ik ze cadeau krijg. En ik gebruik het ook echt. Maar er zijn betere. Dan heb ik ook een sample opgemaakt van een foundation. En die is nog een beetje goor, zie ik nu. Maar dit was de Chanel Le Beige Healthy Glow Foundation. Deze kleur was B30. Nou, zoals je kan zien, dat is niet mijn kleur. Maar ik heb zo'n witte foundation mixer. Dus die heb ik daarmee gebruikt, zodat ik hem kon gebruiken. Ik kan hem maar één keer gebruiken, dus heel veel kan ik er niet over zeggen. Maar ik vond de dekking en de finish wel heel erg mooi. Dus dit was wel dat ik dacht van één keer gebruik, oké, dit is een goede foundation. Ik heb te veel foundation om te kopen. Maar dit is er wel eentje waarvan ik denk, die blijft in mijn achterhoofd. Want die was echt wel heel erg goed. Ik heb nog een maskertje opgemaakt van Dr. Van der Hoog. De Little Mademoiselle Macaron. Dit was ook zo eentje met twee kantjes. Dit was een peel-off masker. Ik had deze al best wel heel erg lang liggen. En ja, de verpakking was leuk. Ik zou het niet opnieuw kopen. Maar hij was leuk om een keertje geprobeerd te hebben. Dan heb ik van Yves Rocher deze Haman Body Lotion opgemaakt. Dit is een kleintje. Ik moest heel erg wennen aan de geur. In het begin vond ik de geur helemaal niks. Maar naarmate ik hem heb gebruikt, ben ik hem wel veel lekkerder gaan vinden. De body lotion zelf was ook gewoon goed. Ja, Yves Rocher is gewoon prima met zijn bodyproducten. Dus ja, ik zou deze in de sale of iets dergelijks best wel een keertje opnieuw kunnen kopen. Maar nogmaals, ik heb veel te veel producten om dat te kunnen doen qua bodyverzorging en dergelijke. Maar ik vond deze wel heel erg lekker. En als je dus van wat sterkere geuren houdt en wat meer, ja, wat meer, ja, echt kruidig is het niet. Een beetje wat meer oosterse geuren. Ja, dan vind je dit denk ik wel heel erg lekker. En ik ben het dus echt wel veel meer gaan waarderen. Dus dit vond ik een lekkere. Dan heb ik ook deze Douglas Home Spa Harmony of Ayurveda Nourishing Shower Foam opgemaakt. Dit was ook een mini. Dit is een oude verpakking. Ik heb geen idee of ze deze specifieke geur nog hebben. De geur was echt heel erg lekker. En de schuim was ook echt heel erg goed. Hij gaf echt een hele goede, lekkere, dikke slagroomschuim, zeg maar. En dat vond ik al heel erg fijn. Dus of alle stuitjes weet ik niet, want hij voelt nog vrij, ja, stevig, vrij zwaar aan. Maar komt echt niks meer uit. Dus geen idee. Misschien omdat hij al zo oud is en zo vaak gevallen is. Maar we hebben er ook wel eventjes mee gedaan. Dus ik denk gewoon dat hij op is en dat het flesje gewoon wat zwaarder is. Maar ik vond deze wel heel erg prettig. En ik zou zeker de douche foams, ook al hebben ze niet meer deze waarschijnlijk, maar gewoon de home spa lijn in het algemeen van Douglas zou ik aanraden. En zeker de douche foams, want die zijn toch wel echt wel heel erg lekker. En dan als allerlaatste, wat helemaal niet spectaculair is, maar wat ik toch altijd even laat zien. Ik heb weer een hele zooi aan vaccinelichtjes opgemaakt. En dit waren gewoon die normale van de Flying Tiger. Dat heb ik vorige keer al gezegd. Ik vind ze te dun. Ik wil van die dikke. Deze zijn te dun. Ga ik heel snel doorheen. Dus ik zou ze niet opnieuw kopen. Maar daar hebben we er weer heel wat van opgebrand. En dat was het alweer. Nu is de tas alweer leeg. Dus die kunnen we weer gaan vullen met nieuwe producten. En wat ik zei, er is heel veel wat op aan het gaan is. Dus ik denk dat we binnenkort echt weer een lekkere grote opgemaakt hebben. En dat is het goal. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten wat jullie hebben opgemaakt. En of jullie een van deze producten kennen. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!